Dus helemaal negatief. Maar het positieve is dat deze ploeg heel weerbaar is. Ajax maakt zich op voor het thuisduel tegen Heracles Almelo zondag in de Amsterdam Arena. Het stadion dat vanaf komend seizoen de naam Johan Cruijff Arena gaat dragen. En Ajax-trainer Erik ten Hag is daar blij mee. Ja, geweldig. En ja, verdient eerbetoon. Ajax is Cruijff. En geweldig. Ik denk heel aansprekend ook in de wereld. Prima. In voorbereiding op het duel tegen Heracles is Max Weber een vraagteken. De centrale verdediger is ziek. Joël Veldman is geschorst en Frenkie de Jong is nog altijd geblesseerd. Ten Hag moet puzzelen, maar geeft de mogelijkheden nog niet cadeau. Nee, we hebben wel opties daar. Eiting bijvoorbeeld, of niet? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik wil nu niet daarop ingaan. Zul je zondag wel zien. Dat blijft dus nog even afwachten. Ten Hag hoopt wel dat zijn ploeg beter start dan in de wedstrijd tegen Groningen, toen zijn team op achterstand kwam. Meerdere redenen, maar met name ook in de psyche. Na die interland, dan heb je betrekkelijk korte tijd om je ploeg voor te bereiden. En we hadden heel veel internationals. Nou, dat spreekt ook wat voor de ploeg. Het talent, maar ook dat ze blijkbaar er goed op staan. Dat ze goed spelen, en anders word je niet uitgenodigd voor nationale ploegen. En die krijg je dan terug. En daar zat er toch wel wat vermoeidheid in. Maar het blijft wel opvallend dat Ajax vaker matig begint. Ja, dat is al een tijdje een patroon. En dat moeten we inderdaad doorbreken. En... Wat kan je daaraan doen dan? Voetballen, de bal hebben. Dwingende, overtuigende. Meer lef, meer moed. Nog hoger aanlopen. Dus ja, er zijn wel wat middelen voor. Maar ja, je hebt ook met de tegenstander te maken. En telkens blijkt ook, het is inderdaad negatief, maar het positieve is dat deze ploeg heel weerbaar is en heel veel veerkracht heeft en het elke keer weer omdraait. En het positieve is dat Ajax blijkbaar zo'n tempo op de mat kan leggen dat de tegenstander het uiteindelijk niet meer kan belopen en niet meer kan volgen. En dat er dan ruimtes ontstaan waarbij via verschillende manieren tot goals komen. En waarbij inmiddels ook al heel veel spelers op de topscorerslijst staan. 4 zelfs boven de 10, 2 al op 8. En ja, dat is het hele positieve aan het verhaal. Kasper Dolberg zou zondag weer bij de selectie kunnen zitten. Voor Frenkie de Jong komt dat duel nog te vroeg. We werken keihard aan. En Frenkie werkte keihard aan. En ik had ook daar weer gehoopt dat hij al richting weekend... dat hij erbij zou kunnen zijn. Maar dat gaat niet lukken nou. We moeten kijken richting PSV. Ajax verloor in Almelo met 2-1. Ten Hag heeft dat duel niet teruggekeken omdat het te lang geleden is. Het Heracles van nu heeft hij goed bestudeerd. Ja, ze hebben een paar spelers die onvoorspelbaar zijn. En verder is het denk ik vaak een ploeg die heel veel spirit heeft. Dat sterke samenbindend is, die er vol voor gaan. En dan kunnen een aantal individuen bij hun, die zoals ik zei, die kunnen onvoorspelbaar zijn.